Logopedist Gracia Nelson is de vorige week afgestudeerd als stottertherapeut. Zij is de eerste Surinamer die de opleiding European Clinical Specialization in Fluency Disorders succesvol heeft afgerond. Deze opleiding is een specialisatie in vloeiendheidsstoornissen. Naast stotteren zijn er meerdere vloeiendheidsproblemen, zegt Nelson. Zoals broddelen. Broddelen, dat is wat minder bekend. Dat is wanneer, en hoe herken je broddelen? Wanneer kinderen lettergrepen in woorden of wanneer volwassenen lettergrepen in woorden inslikken. Dus in plaats van onafhankelijkheid, dat heeft een aantal lettergrepen, onafhankelijkheid, zeggen ze afhankelijkheid. Ja? En dan, dat hoor je in de spraak en hoe herkennen we dat? Door de onverstaanbaarheid van die persoon en door de hoge spreeksnelheid vooral. Ze praten met een heel rap tempo, zijn zich niet bewust van de stoornis en de omgeving klaagt meestal over. Ik heb je niet verstaan en die, horen, en die moeten dus vaker vragen, wat heb je gezegd? Dus dat is dan ook broddelen. En de opleiding, ja, die hield in dat ik dus bekwaam wordt bijgemaakt geworden om vloeiendheidsstoornissen te onderzoeken en te behandelen. En broddelen, stotteren, wat is er nog meer? Nou, je hebt ook een hoge spreeksnelheid. Eigenlijk, laat me dat goed uitleggen, niemand is 100% vloeiend. Ook ik als stottertherapeut, en je hoorde dat net, dat is eigenlijk een onvloeiendheid in de spraak. Ook ik moet soms opnieuw beginnen met de zin, omdat ik denk van, hé, nee, dit wilde ik niet zeggen, ik moet opnieuw beginnen met mijn zin. Of ook ik struikel wel eens over een woordje en moet het opnieuw zeggen bijvoorbeeld, of ga gewoon verder. Maar daar is er geen probleem. Wanneer is het stotteren? Wanneer de terugkoppeling, en daar ligt het probleem eigenlijk, zit hoogstwaarschijnlijk in de hersenen. De hersenen van mensen die stotteren werkt op een andere manier, een beetje andere manier, dan bij mensen die niet stotteren. En wat gebeurt er? Wanneer ik praat, vindt er terugkoppeling plaats. Dus eerst wordt de boodschap gestuurd naar mijn spraaksysteem, naar mijn spraakspieren, van oké, ik wil nu A zeggen. En dan vindt er terugkoppeling plaats naar mijn hersenen en mijn hersenen registreren van oké, dit is goed gezegd, dus er hoeft niet gecorrigeerd te worden. Bij mensen die stotteren vindt er terugkoppeling plaats, maar ergens in die terugkoppeling vindt er een probleem plaats waardoor zij blijven corrigeren. Maar stotteren is geen spierprobleem. De oorzaak van stotteren is eigenlijk neurologisch, daar ligt het een beetje. En er zijn steeds meer aanwijzingen dat de hersenen een hele grote betrokkenheid hebben bij het ontstaan van stotteren. In Suriname stottert ongeveer 1% van de bevolking. Het grootste deel daarvan is kinderen. Van kinderen tussen 2 en 7 jaar stottert 20%. Bij weinig mensen in Suriname is het bekend dat stotteren middels therapie te genezen is. Stotteren is te genezen in de kinderjaren. In de volwassen leeftijd richt de therapie zich niet op het genezen, maar eigenlijk meer op de kwaliteit van het leven, dus hoe met het stotteren om te gaan. Maar in de kinderleeftijd merken we dat het stotteren verdwijnt door therapie. Nu moet ik ook wel zeggen dat een groot percentage van de kinderen die ooit begonnen is met stotteren, spontaan stopt met het stotteren op een bepaalde leeftijd. Maar nadat het stotteren een jaar bestaat, is de kans dat het stotteren verdwijnt kleiner. Dus daarom schrijven de richtlijnen ook voor, als het kind al een jaar stottert, moet je sowieso in therapie. En we hebben gemerkt ook door onderzoek dat als na dat jaar er therapie wordt gegeven, dat de kans weer dat het herstelt, dat het weer groter wordt dan wanneer er geen therapie wordt gegeven. Dus de effecten van therapie, die kunnen bij vooral kinderen heel goed gemeten worden.
En de therapieën die dus heel goed aanslaan, dat zijn LIDCOM en het verwachtingen en mogelijkheden model die kunnen worden toegepast in de therapie. Die schijnen dus beide evenveel resultaten op te leveren. Dus ja, het effect is gemeten en stottertherapie werkt. Logopedist en stottertherapeut Gracia Nelson, die de vorige week is afgestudeerd als eerste stottertherapeut van Suriname. Zij ziet graag dat verzekeringsmaatschappijen stottertherapie voor kinderen volledig vergoeden, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat stottertherapie in de kinderleeftijd het beste resultaat oplevert. Binnenkort studeert er nog een stottertherapeut af, namelijk Ilse Yapayou. Samen met collega-logopedisten zal op verschillende manieren de informatie over spraakstoornissen worden verstrekt